Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. We gaan vandaag even naar de garage toe, want ik ga jullie iets laten zien wat ik nieuw heb gekregen. En dat heb ik van een kijker gekregen, super awesome kijker. Deze video had ik eigenlijk al hele tijd terug moeten maken, maar ja, moet je wel er eerst tijd voor hebben. Ja, tegenwoordig rijden er inderdaad ook auto's rond, dames en heren, als je het je afvraagt. En ik vind het zelf een hele slechte update. Sorry dat ik het zeg, maar je gaat toch geen auto's in een truck simulator toevoegen? Dat vind ik echt zo puur onzin. Maar oké, weet je, ik zou wel de gekke zijn die dat weer vindt. Maar dat vind ik een beetje gek. Maar, in ieder geval, wij gaan naar de upgrade winkel. En dan heb ik de enige echte de viewprint, om het zo maar te zeggen. Super tof dat diegene die me het gegeven heeft, heet Olivier. Olivier, ben echt een toffe gast. Hij heeft het voor mijn eigen, voor, tenminste voor Eurotruck en ATS gekocht. Maar ATS speel ik dan momenteel niet zo heel veel meer. Gewoon omdat ik het daarentegen niet zo'n hele toffe game meer vind. Maar we gaan eens even kijken wat we allemaal hebben. Vandaag is eventjes de truck een beetje pimpen. Ja, ik kan momenteel de kleur niet aanpassen. Dat komt omdat het de skin pack is. Kan je nou serieus elk wiel één voor één doen? Nee, gelukkig doet hij wel allebei de kanten tegelijk. Gelukkig. In ieder geval moeten we natuurlijk wel een beetje dezelfde doen. Zo. Wat is dit? Oh, dat zijn de bouten. Gewoon de standaard. Ja. Stop. Zo. Kan je verder nog wat aan je truck updaten? Nee, nog niet. De Raven Print. Even kijken. En dit heet de Standaard Luxe Print. Standaard Luxe Print. Laten we die doen. En de Standaard Luxe Print. En de Vanity Print. Oké. Okay. Standaard Luxe. En de Rave. En de Vanity Print. Ja. Dit is gewoon standaard. Die bouten zijn, vind ik op zich wel redelijk mooi. Oké, okay, wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Ja, die Titan, maar is dat mooier? Nee. Niet mooier. We kunnen ook de Sting doen. Dan kunnen we extra dingetjes. Ah ja, het is niet meer symmetrisch. Het ziet er niet uit. Kijken. We doen liever drie lampjes in het midden. Ja. En hier ook. En op de buitenste doen we die. En op de buiten doen we die. En dan hier al wou ik eigenlijk natuurlijk zwaailampjes op. Maar ja, dat hebben we momenteel niet. We hebben hier nog een voorpump. Daar kunnen we ook nog verlichting op zetten. Het zijn alleen puur spotlights. Dat vind ik op zich ook wel mooi. Dus dat doen we ook. Het is vandaag meer een pimpaflevering dan dat we serieus wat doen. Maar dat maakt helemaal niks uit. Onderop kan je ook nog een balk doen, joh. Nee, dat hoeft niet. Vind ik overdreven. Dat ziet er wel mooi uit. Oké. Okay. Kunnen we ook andere banden doen? Ja, dat kan. Maar niet nu. Oké. Okay. Nou, dan hebben we alles gehad. Dus Olivier, super bedankt dat je de DLC hebt gegeven. Hebben jullie natuurlijk nog een DLC over? Of hebben jullie geld voor me over? Mag je dat altijd doen? Je mag altijd een DLC geven. Dat vind ik totaal geen probleem. Maar zoals jullie kunnen zien, ik heb momenteel genoeg geld. Precies, die zijn 2,3 miljoen. Dat komt gewoon omdat mijn truckers offscreen doorgaan. Maar ik vraag me af waar je dan die auto's kan kopen. Kan je dat kopen überhaupt als mij zijnde? Even kijken.
Dat gaan we even uitvinden vandaag. Want ik wil eigenlijk wel een autootje hebben. Ah, is gesloten. Tuurlijk. Ja. Maar in ieder geval sowieso, ik wou even die... ik wou even zeggen dat het super tof van Olivier dat hij het heeft gegeven. Daar ben ik super blij mee. Even kijken. Zo. Een klein opdrachtje. Hebben ze dat hier? Ja, een heel klein opdrachtje. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval iets aan niets. Daarentegen. Oh. Sorry. Dat waren de boxes. Ik moet deze oplegger hebben. Oh joh, wat gebeurt hier nou? Spant eentje in elkaar. Oké. Kan gebeuren. Kan ik de boeren. Lampjes aan. Even kijken of dat weet welk knopje dat is. Dat is niet lampje aan. Hmm. Lampjes staan wel aan. Dit is in ieder geval. Kijk, het is een knopje opzij. Alleen ik weet niet waarom het zo anders is ingesteld. Maar het maakt niet uit. In ieder geval, we moeten een heel stuk rijden. Maar het is maar even voor vandaag alleen. Volgende week ben ik er wel weer met een wat langere aflevering en weer een goede vracht. Als jullie dat natuurlijk willen, laat het hier beneden achter. Wil je meer Euro Truck zien, dan wil ik dat zeker doen. Maar ja, laat het even weten, hoe of wat. Wat nou zit je dat toeter, joh? Ja, mag ik er langs? Thanks. Blijf niet wachten. Oeh, volgens mij is het niet zo heel lekker. Bijna perfect. Nee, dat is een trekker. Oh. Nou, we moeten nog verder naar achteren. Toch wel. Oh, daar is die. Yeah. Geweldig. Carrièremaker. Oké. Okay. Maar ja. Allemaal trekkers komen eraan, joh. Wat is dit nou? Deze vracht kunnen we wel doen en dan houden we het op voor vandaag. Ik weet niet wat er met mijn vracht gebeurde, maar hij schoot een beetje in de lucht. Go. Op weg naar Rotterdam. Dus ja, dames en heren. Ik vind op zich ETS nog wel een tof spel. Echt waar. Blijft ook wel redelijk een tof spel. Alleen ja, ik speel het gewoon niet zo vaak. Ik speel het eigenlijk puur alleen voor YouTube. Verder doe ik het eigenlijk nooit echt in mijn vrije tijd. Omdat ik het een beetje zonde vind van mijn tijd. Maar ja. Want kijk, ik bedoel, begrijp het wel, maar... Doe in farming is natuurlijk ook geen doel en hier is ook geen doel in. Maakt het me niet zo heel veel uit. Ik rijd te hard, ja dat weet ik.
interesseert me ook eigenlijk vrij weinig. Maar in ieder geval, omdat ik het eigenlijk een beetje, ja, een beetje waardeloos vind om dit te doen. Er is geen doel. En normaal zeg ik, in farming is dat ook niet. Maar hier is het echt puur vrachtrijden. In farming heb ik nog een beetje afwisseling. Maar ja, niet dat ik nu haat om me heen wil krijgen of zo. Maar het is gewoon, zo zie ik het. Ik vind het tof om te doen, echt waar. Geen probleem. Maar... Ja, die snelheidsboete interesseert me echt niet hoor. Ik kan het zeggen, ik ben naar het onderhand White City, of niet? Maar daar ben ik. Ja, nee, echt super tof commentaar heb ik vandaag weer. Echt, wauw. Maar in ieder geval, ik hoop dat deze nog voor de DTG video komt, maar ik ben bang na de DTG video. En ja, morgen gewoon weer farming, even goed uitleggen. Farming Uncharted is in de Gold Edition, dan de multiplayer Uncharted en dan de Taste of Dawnguild Uncharted en Taste of Dawnguild Uncharted. Dus ik hoop volgende week 5 dagen achter elkaar Uncharted. Gewoon omdat het een let's play is en ik die game natuurlijk zo snel mogelijk wil uitspelen. Ook voor mezelf. Natuurlijk kan ik voor mezelf een voorraad maken van niet Tokyo. Dat wil ik ook eigenlijk wel doen. Dus dat ga ik ook maar doen. Maar in ieder geval, ja, wees niet getreurd. Er komen gewoon serieus wel video's aan van Uncharted. En dat wordt er heel wat. Ik denk dat je die game niet zomaar even uitspeelt. Ik denk dat je er wel een paar honderd delen, nou een paar honderd. Ik denk dat je er wel heel wat deeltjes over doet voordat je eindelijk klaar bent. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Omdat het gewoon, nogmaals, het is gewoon een heel groot spel. En ja, dat speel je niet zomaar even 2 tellen uit. En dat is ook helemaal niet erg, want ik vind het een hartstikke tof spel. En voor mij mag die oneindig duren. Maar dat wordt een beetje duur voor de mapmakers om voor die paar euro's een oneindig lange game te gaan maken. Dat is onmogelijk. Die beukt er opeen denk ik, want die stond midden op de weg stil. Dan heb je de auto. Ja, ik vraag me af, dames en heren, laat in de reacties achter hoe je zo'n auto kan kopen. Of je het überhaupt wel kan kopen. Want ik ben super benieuwd, want ik zou er ook wel eentje willen hebben. Oh joh. Schrik me ineens de tering joh. Het apenzuur. Oké, dus dames en heren, we staan in de file. Er is een ongeluk gebeurd. Hey, rij nou door joh. Thanks. Jongen joh. Hele file hier oh. In de file vandaag. Er is een ongeluk gebeurd op de... Goddomme, rijd door! Lul. Ik ga wel rechts rijden. Oh, nee, even wachten nog. Nu ga ik rechts rijden. Hop, nog een ongeluk. Oh! Jezus Christus, wat gebeurt hier allemaal? Wat een drukte in de Amsterdam tunnel, zeg. Die kan niet rijden voor ons. Die rijdt gewoon tegen de muur op. Die gaat de bumper kleven en 1, 2, 3. En hij staat weer stil straks. 1, ja. Oh, ja, ga lekker voor mij rijden. En nee, daar ben ik blij mee. Goddomme. Die lekt een beetje, die gast. Oh! Jezus Christus. Wat rij je hier toch een apartjes, joh. Kijk, gaat hij gewoon op voor. Hop, loop hem ervoor, joh. Ja, joh. Ken geen kwaad. Kerkwaad, plop hem ervoor. No problemo's.
Helemaal tof. Jongen, jongen, jongen. Wat een wegen. Ja, plop hem erachter. Gaat goed. Lijkt een beetje. Heel erg. Sorry. Hebt hij meer jack weer? Die veel lijkt als de kleren. Nou, hij sorteert. What the fuck? Hier is het druk, jongen. Holy shit. Dus sorry voor de lag alvast. Maar het is gewoon veel te druk voor mijn computer hier. Met mijn stomme AMD'tje. Die trekt het gewoon niet. Al die trucks. Dat gewoon midden op de weg bijna stilstaan, joh. Die vent. Die lekt. Wat de rest. Nee, voor mij ligt het weer aan mij. Ik weet niet. In ieder geval. Ik vond het op zich wel een toffe rit. We hebben veel meegemaakt vandaag. Hier staat bijvoorbeeld eentje in de berm. Hoe die het voor elkaar heeft gekregen. Don't ask it to me. Ja, daar versta ik dus helemaal niks van. Dat is niet mijn taal. Ja, rijd door. Goed zo. Mag je gewoon 50 rijden. Die auto's, jongen. Echt levensgevaarlijk gewoon. Levensgevaarlijk. Oh, sorry. Dat was nog niet in de no collision zone. Goddomme. Michael verneukt het weer hoor. Je merkt wel als je vaker ETS speelt dat het makkelijker rijden is. Zeker wel achter dat klerenhek vast. Het zijn altijd die punten die levensgevaarlijk zijn. Er is namelijk nu één iemand in je rijdt. Die uit de no collision zone gaat. Nou, ik blijf niet wachten hoor. Doei. Daarom rijd je met wat tussen. Ik vind het goed. Hoppa. Dit view is voor mij, voor mijn computer, veel beter. Heb ik het gevoel. Maar kijk. Ik heb bijna geen lag meer. Die bocht trek ik niet meer bij. Zo. En door. Papa. Dames en heren, voldoende. Waar hebben we schade zeker, hè? Ja, we moeten voor schade. Nou, fijn. Dames en heren, super bedankt voor kijken deze aflevering. Vergeet niet natuurlijk een blauw duimpje omhoog doen. Vergeet hier beneden niet achter te laten hoe je nou een auto koopt. En te verzeggen wat voor prutsig ik ben. Dames en heren, dankjewel. En tot de volgende keer. En ik zeg natuurlijk zoals altijd, later.